Goedemorgen allemaal, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Ik zit lekker te ontbijten met Niels. Sven is aan het haasten, want hij was vergeten dat zijn fiets niet hier staat, maar ergens anders. Dus dat is een beetje onhandig. Niels gaat lekker naar het Nijntje Museum vandaag met opa en oma, de ouders van Sven. Mijn ouders komen vanavond weer thuis. Het is zo gek, want het voelt als heel kort en als heel lang tegelijk. Ze waren op vakantie in India. Van het weekend hebben we nog niet zoveel. Ik wil dus even mijn ouders in ieder geval zien. Verder weet ik het niet. Niels moest net heel erg lachen toen hij zichzelf in de spiegel zat. Niels is niet helemaal lekker of zo. Ik weet niet wat hij heeft. Ja, hier, neem deze. Maar ik weet niet wat hij heeft, maar hij is gewoon niet helemaal topjoppie. Maar wel weer lekker geslapen en mop. Ja. Ik moest wel de hele tijd, ging hij dansen als er een liedje was. Ik zit YouTube te kijken. Maar hij heeft geen honger. Nee. Ik neem jullie weer mee dit weekend. Oké, super relaxed. Ik ben net aan het ontbijten en mijn spalkje gaat los. Dat ding zit er echt al, ik weet niet hoe lang in. Ik heb wel twee keer een beugel gehad. Daar heb ik trouwens ook een keer een artikel over geschreven. Maar hier zit hij los. Aan het uiteinde. En ik voel het gewoon helemaal trekken. Mijn tanden zijn ook best wel eigenwijs. Dus ik vind het helemaal niet relaxed dat dat ding nu los zit. Want ik wil echt natuurlijk niet dat het gaat schuiven. En zowel mijn ortho. Ik moest ook echt gaan zoeken hoe heet mijn ortho ook alweer. Dus ik heb op adres gegoogeld. Nou, daar vond ik het niet. Maar toen zag ik, zeg maar, iets wat daar in de buurt zat en waar die naam op leek. Toen dacht ik, nou, dat zal het allemaal zijn. Maar die waren dicht op vrijdag. Die zijn dicht op vrijdag. En mijn tandarts is ook dicht op vrijdag. Dus nu moet ik naar een soort noodtandarts toe. Dus, nou, that's gonna cost me. Maar goed, ik neem aan dat niet. Ik bedoel, ik moet gewoon even lijm op. En dan moet ik gewoon maandag even naar de orthodontist of zo. Tenminste, dat dacht die vrouw aan de hulplijn voor tandarts of zo, hoe dat dan heet. Zo relaxed. En ik heb het zo druk op mijn werk. Maar goed, dus ik kan die om 8 uur bellen. Het is nu 7:50, dus die ga ik zo bellen. Maar het voelt echt heel relaxed en ik durf ook eigenlijk niet verder te eten. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik nam een hap. Ja, musli of zo. Of kiwi of iets. En ineens voelde ik tak. En toen dacht ik, oh nee, er zit al tussen mijn spalkje of zo. Weet je wel, dat is ook zo irritant voel. Dus ik begon zo te voelen. Maar toen voelde ik dat hij helemaal los zit. Goed, dus dat is super relaxed. Ik heb deze trui aan. Zo ziet het er wel intens uit. Deze trui aan van de H&M. Dit hemdje is van Bershka of zo, denk ik. Heel oud. En dan een spijkerbroek. Het is Casual Friday. En ik moet dit misschien zo overdoen. Ik ga zo die tandarts bellen. En dan hoop ik dat mijn schoonouders er zo zijn. En dan hoop ik dat ik nog voor mijn werk terecht kan. Dan hoop ik dat ik zo nog terecht kan. En anders dan moet ik tijdens werktijd even doen. Oh, super relaxed. Maar ja, daarna is het weekend. Even de opladen erin doen. Niels is feest aan het vieren. Het is zo'n figuur. Want hij weet al, zeg maar, wanneer het goede liedje begint. Dan gaat hij doordrukken totdat het liedje begint. En dan gaat hij weer verder met waar hij mee bezig was. Dus echt, ja, heerlijk. Wat een poepie is het toch, hè? Staat zo met het boek. Oké, nou, ik ga even kijken of ik mijn eten nog op durf te eten of niet. Nou, mijn schoonouders zijn inmiddels met Niels naar het Nijntje Museum. Niels naar het Nijntje Museum. En ik heb net droogzamp ingedaan. En ik kan hem even laten zien, want deze wilde ik al heel lang. Alleen wist ik niet dat hij eindelijk wel in Nederland verkrijgbaar is. En deze is van Colab, de dry shampoo. Fresh, ik heb de fresh fragrance gekozen. Je had ook nog tropical en zo, maar ik dacht ik ga voor fresh. En ik ben heel benieuwd hoe die het gaat houden.
En dit is van A Model Recommends van YouTube. En zij is ook model en vandaar de naam. En ja, ik was er altijd heel lang heel benieuwd naar. En nu hebben we hem gewoon. Dus nou, so far so good. Het was vet en nu niet meer. Ja, ik ga even mittens zoeken. Want ik weet niet waar ze uithangt. Maar ik hoop niet hier. Zo. En ik ga dus nu mijn spalkje recht laten zetten. Ik heb even thuis gewerkt vanmorgen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat vorige week mijn vlog helemaal niet online is gekomen. What? Dus die komt nu vandaag als bonus. Ja, als jullie dit zien is het alweer voorbij. Maar echt super irritant. Ik snap ook niet dat ik het niet door heb gehad. Ja, ik weet het niet. In ieder geval staat hij nu online. Verder heb ik gewoon thuis gewerkt. Gewoon voor mijn normale baan, zeg maar. Ja, ik ga nu... ik zie Mitten zitten. Ik ga Mitten even gedag zeggen. En dan hollen naar de tandarts. Ik hoop dat het een beetje een leuk iemand is. Was het een foto? Nee. Goedenavond. Het is vrijdagavond en we zitten op de bank. Mijn spalkje is weer in de house. 100 euro lichter. Ik heb een uur moeten wachten in de wachtkamer. Niemand weet waarom, maar hartstikke fijn. Ik heb een schaduw. We hebben net heerlijk gegeten. Mijn schoonouders hadden gekookt. En we hebben nu nog... Nom, nom, nom. Die is van mij, hoor. Ja, die is van jou, hoor. Mijn hoop. En Niels die heeft koorts. Die ligt nu met 39,2. Ligt hij nu in bed. Die was er klaar mee. Was heerlijk naar het Nijntje Museum geweest vandaag. Alleen nu gaat een beetje die inenting die hij vorige week heeft gehad. Vorige week woensdag. Gaat nu werken. Hadden ze ook al gezegd hoor. Dat tussen de 7 en 10 dagen dat hij daar last van kan. Na 7 à 10 dagen last van kan krijgen. Nou, dus dat heeft hij. Of het is iets anders. Je weet het niet. Vanavond gaan we verder niks. Mijn schoonouders zijn er nu nog eventjes. En vanavond gaan we denk ik gewoon een filmpje kijken of zo. En op tijd ben ik gebroken. Het was een vreselijk drukke week. En morgen hebben we ook niks. Maar mijn ouders zijn morgen terug. Dus ik denk dat we morgen even met mijn ouders afspreken. Yes, bro. Mm-hmm. Was jouw eerste... Oh, een balkje. Was jouw eerste werkweek? Heel goed. Hier zijn ze. Oh. Lekker in die schaduw. Ja, dus ik ga nog even uitbuiken. Wij liggen lekker op de bank filmpje te kijken. War Dogs, geloof ik. Sven was even naar Niels toe. Die was aan het huilen. En moet even aankijken hoe het gaat. Hij is een paar keer wakker geworden. Dus ik ga lekker de film verder kijken met Sven. En zie ik jullie morgenochtend. Goedemorgen, het is zaterdag en wij zijn wakker. Niels was om 7:15 of zo wakker, dus was prima. We hebben uiteindelijk wel vannacht nog een zetpil erin gedaan, want hij was gewoon heel koortsig en hij kon gewoon niet slapen. Hij was niet blij, hij heeft nog heel veel bij ons gelegen om een beetje tot rust te brengen. Maar goed, dat werkt niet voor ons qua slapen, maar nou ja, dat ging prima en daarna is hij gewoon lekker gaan slapen. Dat is een outfitje voor vandaag. Hij heeft dit truitje nog niet aangehad, het was een beetje groot. Ik denk dat het nog steeds een beetje groot is hoor. Ik weet niet welke maat is eigenlijk. 86, hij valt gewoon heel groot. Want hij heeft van sommige dingen heeft hij al groter aan. Maar goed, 86, leuk. Van Hennes. En wat ik eigenlijk dit broekje aan doe. Maar ik vraag me nu al graag of dat wel een beetje staat. Dit is een broekje van de Zara. Dat is misschien niet helemaal leuk hè. Dit broekje begint te klein te worden. Ik vind het wel heel leuk. Dus ik vind het wel leuk als je nog aan kan. Oh, dit ook. Deze kastdeuren, die klemden de hele tijd. Dus ik had gisteren aan mijn schoonvader, mijn schoonouders waren natuurlijk oppassen. Dus ik had gisteren gevraagd of hij daar ook naar wilde kijken en die kast er opnieuw wilde stellen. En wat blijkt nou, we hebben deze kast tweedehands. De hele kinderkamer. En blijkbaar hebben die mensen dat ding gewoon verkeerd gemonteerd. Want deze zat, zeg maar, ze zaten dus zeg maar, gedraaid en andersom. Dus die handgreepjes zitten nu echt... super hoog. Kijk, want dit is al de bovenkant van de kast. Maar goed, maakt niet uit. Leuk. Ja, ik wil graag dat hij die trui aan doet. Maar misschien is hij ook gewoon nog een beetje te groot. Dan moet ik misschien gewoon met het broekje werken. Keuzes. Wacht, pak het broekje er even bij. Er staan iglootjes op. En zo. Maar ik vind dat lastig. Een printje op een printje, zeg maar. Maar ja, misschien kan het bij kinderen wel gewoon. Het was net de was gedraaid, dus we zijn weer compleet. Maar dit kan ook wel, maar het is wel heel suf. Dat je ineens denkt, maar waar combineer ik het normaal dan mee? Oh, deze kan wel. Het is niet zo koud.
Dit kan ik wel doen. Dit shirtje. Het monstertje. Zo. Goedemorgen, mittens. Hallo. Met je mooie plumo. Waar gaan we heen? Ja. Ja, lag je net weer zo lekker bij me te kroelen, hè? Oeh, kroelenbeest. Ja. Kom, ga naar de woonkamer. Kom in. En Daniel zit lekker te eten. Ja, oh, dankjewel. Dank je. Oh, deze. En dan gaat hij zo met zijn vingertje. Ik vind het redelijk grappig. Nou, niet zo'n ontbijt. Lekker, hè? Dat doet hij ook graag. En gisteren was echt super grappig. Toen had hij warm eten, dus ik was aan het blazen. En toen had ik daarna het vorkje aan hem gegeven. Toen ging hij ook blazen. Ja, dat was leuk, hè? Is het... Zo. Nee, dat kan ook zo. Kan niet ook doen. Oké, toen we het kunnen horen. Ja. Maar ik ga aan het ontbijten. Yoghurt. Of eigenlijk soja yoghurt. Vandaag. Ik heb gisteren Albert Heijn bestelling gedaan. Dus die komt vandaag. Wordt die bezorgd. Vanavond komen mijn ouders, of vanmiddag komen mijn ouders ook even een bakje doen. Ik ga natuurlijk zo meteen Zumba en ik had bedacht, maar even kijken wat het weer doet. Kijken. Ik heb bedacht dat we even naar de, hoe heet het, kunnen fietsen, naar de kinderboerderij. Ja, even kijken hoor. De ochtend is droog, de middag één druppeltje. Dus, dat gaan we denk ik even doen. En nu even verder ontbijten. Dat is een haartje. Moet ik die lezen? Ik zie een mooie haaienpakje filmen. Ja, we gaan lezen. Oh, we moeten lezen. Dribbel met dribbel op avontuur. Oh, kijk. Mijn sportoutfit wisselt eigenlijk qua shirt nooit en qua vestje. Die zijn allebei van de Hennes. En ik heb nu mijn Victoria's Secret broek aan en mijn Nike's veranderen ook nooit. En ik wil nog wel zo'n soort shirt. Ik vind deze echt super chill. Ik heb ook wel andere shirts, maar ik merk dat ik deze gewoon eigenlijk het liefst aan heb. Dus ik moet even kijken of ze nog meer modelletjes hebben, want het is soms een beetje onhandig met wassen. Maar ja, dit is mijn outfit. Let's go. Nou, we zijn weer terug. Ik ben helemaal vergeten te filmen, maar ik zal wel even hier ergens wat foto's... van de boerderij, kinderboerderij, ik zocht even naar het woord. En toen kwamen we onze buren tegen en de buurvrouw was jarig, dus we hebben daar nog even een theetje gedaan. Dat was echt gezellig. Ja, die hadden een mooi Lego en Niels, of Duplo, was het Duplo. Dit is mijn outfit, ik heb weer die trui omdat ik erin woon. En ik heb een kort leren broekje aan van, volgens mij van Bershka. En dan een panty. En ik had nog boots eronder. Als je denkt, wat hoor ik, zijn er wielrennen aanstaan. Het is nu 2 uur alweer geweest. En mijn ouders komen om 1 uur of 4. Dus wij gaan ook even lunchen, want honger. Lunchen met een uisoepje. Even aan het borrelen, want mijn ouders zijn net terug van hun reis. Niels zit even met opa een boekje te lezen. Ondertussen staat wel schaatsen aan. Ik heb inmiddels een chill outfit aan. Deze trui van Bershka. En de broek is van Stradivarius volgens mij. En ja, even gezellig bijkletsen. Want mijn ouders zijn helemaal gewoon. Ik heb dit gekregen. Ik kan niet lezen wat erop staat, maar het is een olie. Het ruikt heel lekker. Het ruikt een beetje naar mijn naar Lodicimiac. Want dat is zeg maar mijn zeg maar, favoriete parfum van Sven. Dus niet dat ik hem draag, maar dat Sven hem draagt. Die vind ik heel lekker ruiken. En daar ruikt dit ook naar. En Sven die heeft dit gekregen, groene thee. En Niels heeft een... We gaan hem zoeken. Waar is de pauze?
een mooi houten olifantje. Waar is de paddenstoel? En, zie je de paddenstoel? Bij de boom? Een waardige assistent. En een mooi t-shirtje met een olifant erop. Nog een beetje groot nu. En zelf nog een tas van eekhoorn, hè? Nou ja, Sven of Dit is ook de eekhoorn, dan ook. Een mooie boodschaptas van, wat was het nou? Rijst? Rijstenbalen. Het ruikt ook naar rijstenbalen. Voor zover ik ervaring heb met rijstenbalen. Dus, super lief. Dus we gaan eventjes lekker borrelen en bijkletsen. Nou, mijn ouders zijn net weg. Het was heel gezellig. Nu heb ik de kratten klaarstaan, want ik wacht op de Albert Heijn. Even spieken of ze al aankomen. Nee, nog geen busjes. Ze zouden tussen 5 en 7 komen. Het is nu 6:30, dus ze hebben nog een half uurtje. Sven is eten aan het koken. Rusty. Ik had gevraagd Rotti een keer weer te maken. Vind ik super lekker. Maar Sven had me verkeerd verstaan, dus die heeft er Rusty van gemaakt. Maar is ook lekker. Dus nu wordt het Rusty. Met broccoli en een vleesje. En Niels heeft al gegeten, want ja, het is nu 6:30 en we waren nog even aan het borrelen en zo. Dus we kwamen niet echt naartoe. Nou, maakt verder niet uit. Dus die heeft net al een beetje gegeten, maar die is nog steeds niet helemaal lekker. Op zich, overdag ging het wel weer, maar zo rond een uur of 3 of zo stort het dan weer een beetje in. Oh, de Albert Heijn komt nu aan. De Albert Heijn is er. Nee, hij is op zich nog wel blij, maar je merkt gewoon dat hij niet helemaal lekker is. Hij gaat toch lekker op tijd naar bed. Ik ga nu even openen voor de Albert Heijn, want ik denk dat hij zal gaan aanbellen. Albert Heijn is er. Meestal wel opgeruimd, maar een deel nog niet. We hebben net lekker gegeten. Sven is Niels nu de flessen aan te geven. Nog even opruimen. Tenminste, alles wat hier nog staat. En dan gaan we lekker op de bank liggen. Over een uurtje zwiest hem al. Ik ben heel benieuwd. Het is de ene laatste aflevering volgens mij. Dus ik ben heel benieuwd. Als jullie dit zien, dan is het volgens mij al klaar. Maar ik vind het maar spannend. Goedemorgen allemaal deze zondag. Want voor jullie is het misschien ook wel zondag als jullie kijken. Want dan komt altijd mijn nieuwe vlog online. Wij zijn wakker. Het is 7:50. Ik heb een beetje kleine oogjes. Ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd naar Wie is de Mol. Want ik was zo moe. Ik weet niet wat ik heb. Maar ik word gewoon oud, denk ik. Maar het was wel weer een leuke aflevering. En in ieder geval staat mijn mol in de finale. Oh, wil je drinken? Wat drink je? Dus dat is mooi meegenomen. Ik heb er nu de dekbedden, doe ik altijd op zondag in de was. Oh, dat is de koffieapparaat. En ik ga dan nu eventjes mijn HIIT workout doen. Ik moet even iets eten, anders ga ik op mijn graad. Ik heb er wel even dat even voor jongens. Oh, Niels gaat even head first. Ga maar Niels, ga maar achter James aan. Of achteruit. Nou, we zijn net even buiten geweest, het was echt heerlijk weer. Allemaal onder het zand, maar goed. Niels wil alleen maar vliegen op zijn fiets. En nu het is nu 10:50, dus het is tijd om te gaan lunchen. En dan gaat, ik weet niet of Niels al gaat slapen, want hij heeft vrij lang geslapen vanmorgen. Dus we moeten even kijken zo. Ja, maar was lekker. Eventjes met de bal en daarna met zijn fietsje. Ja. Even zitten. Stof gezogen, gedweild, gegeten. Niels naar bed gebracht. Wasjes gedraaid. En nu zit ik. En het is 2:15, dus op zich. Lekker. Nog wat aan onze dag. Het voelt als 5:00 middags, wat jij. Ja, Sven is ook heel verbaasd. Ze dacht ook dat 4:30 was. Ja. Ja, het is serieus. Zie je het? Is of, toch? Daar ook, toch? Ja. Ik heb nog die andere gekregen. Het is gewoon een half dag. We zijn gebroken. Nu ga ik even op mijn kont zitten en daarna gaan we vakanties zoeken.
Nou, normaal staat Niels één keer per dag, maar nu niet. Maar op zich komt het nu niet verkeerd uit, want dan hebben we even onze handen vrij. Dat moet niet gekke worden. Dat is... ja. We hebben al zoveel gedaan vandaag. Ja, dankjewel schat. Nou, dus ik ga nu even zitten. Het is avond voor mijn gevoel. Ze zijn het heerlijk gekookt. En Niels krijgt nog een restje van de zelfgemaakte appelmoes van zijn moeder. Hij heeft net ook lekker gegeten. Eet smakelijk. Met het dupe aan het spelen. We hebben net een mooi schip gebouwd, hè? Maar nu is hij helemaal ingestort. Vertrekken. Morgen gaan we natuurlijk gewoon naar ons werk en Niels naar de opvang. En 's avonds komen mijn ouders koken en eten, heel relaxed. En wij hebben 's avonds een cabaretvoorstelling. En Niels is nu de hele boot uit elkaar aan het halen. En verder niet zoveel. Ja, deze week allerlei dingen, maar... ja, vanavond niet meer zoveel. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doei, fijne avond.